Henk, laten we beginnen met het fantastische nieuws over het stadion deze week. De financiering is helemaal rond. Hoe is dat bij jou binnengekomen? Daar hebben we jaren naartoe gewerkt. En als dat dan gebeurt, dan ben je wel super, super blij mee. Hè. Dat is echt een nieuwe toekomst. En nu moet het ook weer op het veld gaan. Hè. Dat zei ik ook tegen Art en Gerald. Ze zijn prachtig gefeliciteerd, maar nu moet er ook weer op het veld van alles gebeuren. Want dat hebben we gewoon nodig. Er moet wat gebeuren op het veld. Je hebt weer normaal kunnen trainen deze week. Dat is ook wel weer lekker, of niet? Ja, we hebben een paar keer 11 tegen 11 gespeeld in verschillende samenstellingen. En niet dat we veel gewist, want vorige week was het best redelijk. Alleen ja, net niet goed en zonde van de tegengoals. Maar er zat wel weer wat voetbal in. Hè? Daar moeten we wel weer heen. Dan kijk je en dan kan je lekker trainen. En dan kan je een wat langer even 11 tegen 11 spelen. Nou ja, daar zie ik goede dingen in. En dan gaan we morgen mooi weer mee door. Moeilijke tegenstander, een jonge AZ. Dat is voor ons altijd lastig, die teams. Kunnen goed voetballen, snelheid. Dus we gaan het zien. Stula, tomorrow the match against Young AZ. Are you guys ready? We are very ready. Yeah, we have to go there and go for the 3 points. And I'm sure we're gonna come back with it. Yeah. It's been a while since you had a normal training week. How was it? We had a lot of games now, so it's been a lot of on the body and everything. So, but the body is good. A little pain here and there, but it's getting there. Yeah. You were finally able to train some things which you weren't able to do because you had so many matches. What were things that you trained this week? This week we trained a lot of playing out in the back, also playing possession, and also in the pressure. We also do the tactical, of course, before the game. But we just continue with our own game. Like we focus on ourselves, and that's what we always do. Yeah. Waar heb je de nadruk op gelegd deze week? Nou, in ieder geval dat we weer tot aanvallen komen. Want dat moeten we zijn een tijdje bezig geweest ook met niet goals tegen krijgen. Maar dan vergeet je ook weer goed te voetballen, wat de jongens best kunnen. Hè, of wat wij best met z'n allen kunnen. En daar hebben we ook weer de nadruk op gelegd. Goed gaan voetballen. Zijn de meeste jongens fit? Ja, Mikey Braai, Jontley, Vito gaat nu sinds gisteren weer met de groep getraind. Ja, wat last van de kuit, dus dat lijkt goed. Na volgende week toe hoop ik dat hij ook weer doortrekt. Dus ja, Mikey Braai nog weg. Jontley nog weg. De jongens met de kruisbandblessures nog natuurlijk niet. Maar voor de rest staat het er gewoon hartstikke goed op. You've been playing a lot the last few weeks. We were impressed with your play, although the results were not so good. How do you look at it yourself? Yeah, it's like you say. I think I've been getting into it just fine. I think we've had a little bad period result wise. I think we played some good games, like the last game we played some good football, and we should have won that. But I think we just need a momentum, and now if we get a win now, I think we can take 1, 2, 3 and then build from there. Yeah. Je zei al, je verandert weinig, misschien vanuit tactische overweging, zonder al te veel weg te geven. Waarom? Nee, maar van de week wat dingen geprobeerd. Het gaat ook met het snelle spel van AZ en bepaalde dingen die ze doen. Ah, daar moet je wel goed naar kijken. En dat proberen we dus. Dus morgen maak ik de definitieve beslissing over met mijn staf en de jongens. How did you experience your first weeks here, like, yeah, feeling-wise? I think it's been great. It's a lovely city and the fans have been very, very, very good. And also the team and the staff, they've welcomed me very nice. So it's like a very warm club. So I couldn't ask for more, really. Some better weather finally now, eh? Yeah, now it's brilliant. Now I have this jacket on, but I don't even need it, so I can't complain. We've been speaking about the playoffs, of course. That's a goal from our club. Do you still have faith that you can make it? Yeah, 100%. I think it's not many points up, and I think it's like I said, if we get one win now, and I think we then can build on that and take 2 or 3 wins in a row, and then we're suddenly there.